Nou, daar zijn we dan weer. Dit is dan weer Jezus en de samenzwering. En dat wordt nummer 8. En wat je hier in beeld ziet, dat is het beeld van Jezus en de samenzwering nummer 7. En dan de ondergang van Duitsland. Dat moet er eigenlijk staan. Kijk of ik dat even in beeld kan krijgen. Maar... een seconde. Misschien als ik zo doe. Ja, hier kan, nou, kan je het wel zien. Hè? De ondergang van Duitsland. Heb ik met name stilgestaan bij de Tweede Wereldoorlog. En wat ik nu wil gaan doen in deze, is dat ik het nog een keer wil gaan hebben over de ondergang van Duitsland. Dan iets meer naar de toekomst toe. En om het allemaal een beetje in een context te plaatsen, wil ik gewoon weer beginnen bij het begin. En het begin, hè, van... het begin van onze moraliteit. Dat wij mensen tegen elkaar zeggen van... foei, bah, dat mag niet. Of woorden van gelijke strekking, maar dan niet voordat je gelijk gaat houden. Dat je een beetje exemplarisch... dat je jezelf exemplarisch gedraagt. En dat je een voorbeeld bent voor andere mensen. Nou, dat is begonnen in China... in ieder geval met het opschrijven daarvan. En dan heb je het dus over voor Christus. Honderden, zo niet duizenden jaren voor Christus. Dan kreeg je daarna in het Midden-Oosten... had je die Romeinse overheersing, dat waren die Babyloniërs. Ja, waar Bob Marley, die heeft jullie alles al verteld over Babylon... dus dat hoef je mij niet meer om te vragen... En die Babyloniërs die hadden het noorden van Italië in bezit genomen. En van daaruit gingen ze de rest lopen pesten. Waaronder de mensen in Israël. Nou, had je daar zo'n vent en die noemen we dan Jezus. Jezus, wat een naam man. Maar die kreeg hij samen met die Babyloniërs. En die heette toen de Romeinen. Van Rome. Hij had heisa ook met de schrift geleerd. Hij had gewoon heisa met iedereen. En die Romeinen hebben hem uiteindelijk gewoon... die hebben hem gespijkerd. Volgens mij was dat wel zo. Ja, daaruit vloeide voort het vroege christendom. En het vroege christendom... voor zover dat... ja, er zijn ook geen YouTube-filmpjes van. Maar die hadden... daar circuleerden geschriften in de rondte. Ook weer over ethisch gedrag... en dan voortgekomen uit de levenswandel van degene die wij noemen de enig geboren zoon van God. En die mensen die hielden bijeenkomsten. En dat groeide maar en dat groeide maar. En die Romeinen die hadden er geen invloed op. Dus dat vonden ze niet leuk. En toen hebben ze een concilie gesticht. Een bijeenkomst opgeroepen. En al die christenen die moesten van heinde en verre, moesten allemaal langskomen. Nou, dat was natuurlijk voor boterhammen gezorgd en koffie, je snapt het wel. Er is een plek om te, ja, een beetje te poeperen. En iemand die dat opruimt. Beddengoed, fris water. Dat is allemaal geregeld. Dat hebben ze daar, dat heet het Concilie van Nicea, dus in 325. Daar hebben ze het christendom overgenomen. De vervolging van de christenen, die ging echter gewoon door. Dus voordat het Concilie van Nicea er was, zaten ze al achter die christenen aan en dat was heel vervelend. Maar na het Concilie van Nicea werd dat zo mogelijk nog erger. En degene die daar van na het concilie, dus de groeperingen die daar de dupe van zijn geworden, uiteindelijk. Dat zijn de Hugenoten, de Albigensers, de Waldensers en en passant de Gnostici. Gnostici zijn, ik vind ze wel iets van christelijk, maar... ze liggen niet zo heel goed bij de christenen, volgens mij.
Maar het is in ieder geval geen concilie van Nicea lui. En voor het concilie van Nicea kwam trouwens, hebben ze eerst geprobeerd of ze die christenen gewoon konden vermoorden. Nou, dat leidde dus tot niks. Voor elke christen die ze vermoorden, kregen ze de 10 terug. Nou, nadat ze dus in het jaar 325, kom ik zal eventjes een plaatje erbij pakken, is leuker voor jullie, om naar te kijken. Om te zien waar we zitten. Dan pakken we even deze erbij. Dat is deze man. Dat was een Duitser. Dat is dus, dat hoef ik dus niet te bewijzen. Hè? En hij is dus geboren op 10 november 1483. En hij is overleden in 1546. En in... Kijk, in dit jaar, 1517, heeft hij problemen aangetekend tegen dit begrip. Het punt hiermee is dat die aflaten, dat was dus een manier voor de kerk, voor dat concilie van Nicea, want je zit natuurlijk af te vragen van waarom hebben ze zoveel geld gestoken in het concilie van Nicea. Nou, dat was bijvoorbeeld misschien wel vanwege dit. Want hier kan je nog geld mee verdienen. Komt er in het kort op neer. Want je mag wel stoute dingen doen. Maar als je dan geld doneert. En dan natuurlijk aan de kerk. En die gaat dat dan wel eerlijk verdelen en zo. Maar dat geld gaat dus naar de kerk. Dan mag jij gewoon doen wat je wil. En er is een hele leuke anekdote opgeschreven. De vraag is of die waar is natuurlijk. Maar de anekdote, die zou logisch gesproken kunnen kloppen. Dat dus iemand naar meneer Pastoor ging. En die zei van ja, ik ga binnenkort een postkoets overvallen. Nou, de meneer Pastoor die zat een beetje te rekenen van wat moet ik rekenen voor het overvallen van een postkoets. Wat zal erin zitten? Een paar aristocraten en wat hebben ze bij hun? En die zei van nou, dit rekenen we af op 50 ducaten. Of zoiets. Dus die misdadiger die geeft gewoon netjes 50 penningen. Die krijgt die aflaat. Zo'n kon een contract, gewoon een stukje papier met de handtekening van meneer Pastoor eronder. En hij stopt die aflaat in zijn binnenzak. En die slimmerik, die had dus ontdekt dat meneer Pastoor, die moest dus een deel van zijn aflaat op het brengst. Want dat was gewoon een franchiser. En dat met McDonald's. Je mag wel een McDonald's oprichten, maar een bepaald percentage van je omzet gaat wel naar McDonald's, snap je? En ze hebben ze gewoon een franchiser voor die aflaten business. En dan moest hij gewoon eens in de maand of eens 4 keer per jaar of zo. En dan moest al het overbodige geld wat van meneer Pauster zelf was. Hè. Dan moesten ze in dat kistje. En die ging op de postkoets. Dus die man die had als eerste, die misdadiger, die had als eerste ja, een deel van zijn eigen ducaten terug. En de rest. En die is gewoon netjes vrijgesproken. Die is er niet veroordeeld. Hij had van tevoren een deeltje met de paus. Kijk, en deze is wel aardig, maar er zijn natuurlijk ook aflaten verstrekt voor de meest verschrikkelijke dingen. En Maarten Luther, die had er dus echt een, die had er een punt mee. Dus vond hij gewoon niks. En met hem een hele hoop meer mensen. En zo begon in Duitsland een vuurtje te branden.
een vuurtje van het protestantisme. Van mensen die maar geen probleem hadden met de Bijbel te lezen. Punt 1. Dat vond meneer De Paus ook al niet leuk. Maar die dan ook dachten van dat kunnen we gewoon zelf. En we hebben helemaal geen priester nodig. Waar we geld aan moeten geven. En die ook dan nog misdrijven goedkeurt. En het was het einde van de universele kerk. Want daar gaat het om. De Romeins universele kerk. En de katholiek, dat is universeel. Dat is Grieks. En dat was afgelopen met hun heerschappij. In het noorden van Duitsland dan. En ook in het noorden van Nederland. En later zou, want dit is dan dus 1517. Maar dan krijg je dus in Engeland, met deze meneer, begon het daar ook te broeien. Klopt dit normaal? Deze bedoelde ik volgens mij niet. Ofwel. Ja, nee, het klopt wel. Klopt wel. Henry de VIII. Hij heeft de paus eruit gedonderd. Kijk, hier staat het. Hij is bekend voor zijn rol in de afscheiding van de kerk van Engeland, in de afscheiding van de kerk van Engeland, van de Romeins universele kerk. Ja. Dat heeft Hendrik de VIII gedaan. En zo zag hij eruit. Stoere vent. En zo begon in Engeland het protestantisme. En het Duitse protestantisme, dat heeft dus in Engeland een vruchtbare bodem gevonden. En het probleem werd alleen maar groter. Voor de paus dan. Ja. En toen begon dus dit. Hier wil ik even mee beginnen. Het gaat over de 30-jarige oorlog van 1618 tot 1648. Dit is dus 7 jaar na het verschijnen van de King James. Pak je hem nog heel eventjes erbij. Kijk, dit is van 1611. Zien jullie dat staan? En dus 7 jaar daarna hebben ze Duitsland aangevallen. En dan staat hier letterlijk, dit is naar Wikipedia. Hoofdoorzaak was niet machtslust, maar hoofdoorzaak. Kijk, de oorzaak waren spanningen tussen de katholieke en gereformeerde staten. Ja. Dat is wel heel politiek correct wat hier staat. Ja, en de Spaanse Nederlanden. Hadden wij toen die 80-jarige oorlog? Ook naar uitzoeken, want de paus is ook hier gewoon maar eikelen. Allemaal aanvalsgebied geweest. Want allemaal vanaf de paus. Leuke vent is dat. Nou, na deze oorlog heb je dus de Vrede van Westfalen gekregen. Dat was 1648. Münster. Het is ook wel de Vrede van Münster. Het was het zogenaamd vrede. Maar goed, die Duitsers die waren nog lang niet klaar. Want toen kregen ze dus de Eerste Wereldoorlog. Of laat ik het beter zeggen, de Tweede 30-jarige oorlog. En de Tweede 30-jarige oorlog die begon in 1914. En toen waren ze de lul. Het heeft een partij dode Duitsers gekost, jongen. Oei, oei, oei. En die Duitsers die kregen overal de schuld van. Net als ik.
altijd mijn schuld. En die Duitsers kregen gewoon overal de schuld van. Nou, toen in 1945 hadden ze dus de Eerste Wereldoorlog achter de kiezer gekregen. Als beloning raakten ze een stuk van, nou, een stuk grondgebied kwijt op 3 terreinen of zo. Toen kregen ze een economische crisis, een wereldwijde boycott in hun nek geflikkerd. Nou, toen kregen ze een of andere idioot die vanuit het Vaticaan getraind was. Een soort Pim Fortuyn, maar ja, eentje die ze dan in leven laten. Een soort Saddam Hussein. Adolf de vioolspeler. En die Duitsers die konden geen kant op. Ja, iedere intellectueel daar in Duitsland in die tijd, die was weg voordat je Mississippi kan spellen, man. Dus allemaal meelopers, een grote piramidale organisatie opzetten. En je doet maar wat. En die arme Duitse mensen, die hadden de keuze van of je werkt mee, of je gaat dood. Wat doe je dan? En mensen die heden ten dagen zeggen van, oh, ik had toen in Duitsland, onder Adolf de vioolspeler, oh, had ik altijd mijn poot stijf gehouden. Oh ja joh. Ook als je kinderen had, of een oude moeder, had je dan ook niet gewoon graag geloofd dat Adolf Hitler het goed bedoelde met Duitsland. Wat natuurlijk helemaal niet zo was. Adolf Hitler heeft zich gewoon laten gebruiken, met of zonder zijn medeweten. Hoe moet je daar nu nog achter komen? Laten we hopen zonder zijn medeweten. Laten we hopen dat hij gewoon voor de gek gehouden is. We hebben in ieder geval nog iets. Maar voor hetzelfde geld wist hij ervan. Maar dat denk ik niet echt. Ik denk zelf dat hij het niet echt wist. Ik denk zelf dat hij over het paard getild was. Door een partij die wel degelijk wist wat ze deden. Namelijk meneer de paus en zijn broertjes. Nou, wat gewoon de moeite waard is om bij stil te staan. Dat is hoe het afliep. We weten van Dresden. Dresden. Dresden, zeg ik dat Duits? Dresden. Een mooie culturele stad was het. Het was geen oorlogsgebied. Er zaten alleen maar oude vrouwen, kleine kinderen. Jongens die te jong waren om te vechten. Een bejaarde met een iets wat toen doorging voor een rollator. Nou, Dresden hebben ze helemaal kapot gemaakt. En dat hebben ze ook gedaan met Hamburg. En om het niet te veel te laten opvallen, hebben ze ook nog een enkele stad in het zuiden van het katholieke deel gebombardeerd. Maar er zit een of andere buitenlander, zit lekker te schreeuwen hier buiten. Dus eigenlijk, ja. Ik moet eigenlijk nu een buitenopname gaan maken. Er is vast een vrouw aan het versieren, denk ik. Kom hier! Ik wil jou! Maar het noorden van Duitsland, dat is helemaal kapot gebombardeerd. Een enkele Zuid-Duitse stad, dat is een katholiek deel. Is ook gepakt. Maar het overgrote deel, dat was het noorden. Nou, die mannen in Duitsland, die zaten allemaal aan het front. Die waren een of andere ergens in een hopeloos stuk klei, met een hopeloos stuk machinerie, zichzelf hopeloos aan het verdedigen. Tegen een overmacht die van alle kanten kwam.
bedenk goed, Jozef Stalin, die heet trouwens helemaal niet zo. Die is geboren Gatschebov Slibovic of zo. Maar dat was een Jezuïet getraind iemand. Die is getraind door Jezuïeten. Dezelfde die Adolf Hitler onder controle hadden. En die Roosevelt onder controle hadden. En Churchill onder controle hadden. En nou, ga er maar vanuit, de koningshuizen van Scandinavië ook. Er is een man en die heet Blauwtand. Hebben ze nu een wifi-netwerk naar vernoemd. Dus Bluetooth heet dat dan. Ze hadden de hele boel onder controle. En iedereen viel Duitsland aan. Dus dat hebben ze verloren. Nogal logisch. En toen ze dus verloren hadden, toen kwamen die stormtroepen, die trokken Berlijn binnen. En dat waren gewoon strijders, Russische strijders. Gewoon ja, mannen met een geweer. En die zeiden nog tegen die vrouwen van Berlijn, van ja, pas wel op. Want de logistieke jongens, die jongens die met halve koeien sjouwen en gedroogd varkensvlees en kazen en ja, een paar vaten wijn of zo. En die jongens komen eraan. En die komen hier om te neuken. Dus wat zou je doen, hè, als Berlijnse vrouw? Maar aan de andere kant, waar konden die vrouwen naartoe? Want die mannen zaten allemaal in de hopeloze klei, met hopeloze materialen, een hopeloze laatste strijd, pief, paf, poef. Die vrouwen konden nergens naartoe. En wat die stormtroepen, of die aanvoer, de eerste troepen, de echte strijders, wat die gezegd hadden, dat klopte inderdaad. En die neukers, die kwamen erachteraan. En dat waren lowlifes. Er waren ook geen Russen. Er waren van verder van het oosten. Spleetogen. Of ja, mensen van zo'n andere. En ja, zo'n Chinezen maar dan Noord-Chinezen. Mongolen. Nou, die hadden wel zin in een omaatje. Gewoon. Die hebben gewoon vrouwen doodgeneukt. Ik wist niet eens dat het kon. Maar dat schijnt dus te kunnen. Je kan gewoon een vrouw doodverkrachten. Nou, mooi is dat. En dan staken ze er een stok in. Dus niet in de mond, maar, niet in de, ja, maar een stok erin. Als ze echt dood was. Zodat niet iemand per ongeluk aan doden aan het neuken was. Nou, die mannen in die hopeloze klei-situatie, die moesten natuurlijk ook verzorgd worden. Dus die zijn verzameld in wat ze noemen de Eisenhower dodenkampen. En dat is geniaal eigenlijk. Je mag tegenwoordig niet veel zeggen over Auschwitz, maar Auschwitz was natuurlijk best veel werk. En de Eisenhower Death Camps, dat was zo economisch. Er schieten je gewoon de tranen van in de ogen. Want het was gewoon een carré van prikkeldraad. En iedereen erin. En geen toiletpapier. Of en helemaal niks niet. Geen water ook. Geen water, geen toiletpapier, geen roggebrood, geen muesli, helemaal niks. En de regen, ja. Ja, dat is gratis drinken, zullen we maar zeggen. Geen stoelen, geen bedden. Gewoon modder. Modder aan de onderkant en slecht weer aan de bovenkant. Nou, dat houdt een mens 2 weken lijkt me het maximum. Maar ze hebben ze in 2 weken tijd ongeveer 1 miljoen of zo omgelegd. Misschien deden ze dat in productieslagen. Als ze allemaal dood zijn, dan is het gewoon de bulldozers eroverheen. En klaar.
je volgende stuk klei pakken. En er waren hele kleine kampjes, zodat die mannen lekker rechtop tegen elkaar aan konden leunen. Veel ruimte heb je niet nodig. Ze zakken vanzelf door de hoeven heen. En dan zijn ze dood. Dat is er met Duitsland gebeurd. En daarna is Duitsland overgenomen van de ene kant door de ene partij van de geallieerden, de Russen. En aan de andere kant vanuit de Amerikanen, Canadezen, Engelsen. En nog steeds hebben we allemaal legerbasissen daar. De Duitse pers mag weer, er mag een eigen Duitse pers komen vanaf 2099 of zo. Maar tot die tijd moeten die Duitsers een beetje, ja, niet een eigen vrije pers. Ze hebben ook niet een eigen staat. Het is allemaal overgeleverd. En ze zitten met Angela Merkel. En wie is dat? Is dat een Duitser? Nou, ik vraag hem af. Dat is een pausbezoeker. Ze zijn gewoon overgenomen door de paus. En dan heb je ook die hele dingen gehad met de Duitse porno. Ja, dat, die Duitsers maakten zulke goede porno, zeg. Oh, oh, oh. Ze hebben ze die Duitsers gewoon afgezeken. En leuk is dat. Voor Duitsland. Maar gelukkig, ik hoorde iemand uit Denemarken voor een jaar, twee jaar geleden of zo. En die zei, in Denemarken is het niet veel beter. Nou, dat is een goed bericht. Nee, okay, ik denk dat ik het zo goed heb gehad over Duitsland. Want in die vorige uitzending over Duitsland heb ik wat meer verteld over hoe ze de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, wat wij de Tweede Wereldoorlog noemen. En wat je gewoon de Tweede 30-jarige oorlog mag noemen. Maar die is gefinancierd vanuit Amerika. En dat vertel ik netjes in die vorige uitzending hierover. Dus dit wordt de ondergang van Duitsland deel 2. Maar wel het laatste, denk ik. Ik denk dat ik hier niet veel meer extra's over te vertellen heb. En ik vind het hartstikke fijn dat jullie naar me uitgeluisterd hebben. En dat je open wil staan over wat er allemaal wel niet gebeurd is. En dat wij wel degelijk een aantal mensen iets te verwijten hebben. Bijvoorbeeld onszelf. Een grapje natuurlijk, hè. Maar er zijn gewoon bepaalde mensen die hebben echt stoute dingen gedaan. En dit is dus een van de stoute dingen die ze hebben gedaan. En wij zijn degene die dat op een of andere manier de ruimte voor geven. En hoe je dat nou precies moet oplossen, hoe we deze mensen minder levensruimte moeten bieden. Nou, dat is... Daar wil ik iedereen toe uitnodigen eigenlijk. En dat is mooi. Hè? Dat is een wedstrijd waar iedereen aan mee kan doen. Nee, hartstikke bedankt voor jullie luisteren. En als laatste op z'n Duits. Oh, heel toepasselijk voor deze keer. Maar ik zeg het altijd op z'n Duits. Hè? Dan zeg ik tjus. Dag lieverds.